2, 3, 4, 5.
Ja, hoe gaan jij? One, two, three, five.
keer hier, twee keer daar, twee keer linksonder, twee keer rechtsonder. Ja? En dan doe je precies hetzelfde. Het is 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Ja? En dan ga je een beetje en dan weet je, kom, maak jij hem niet vast, maar. Oh, maak jij hem niet vast. Thank you.
3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. Rock tonight, rock. Thank you.
je nou? Zwaaien? Niks, hij is te groot. Thank you.
Thank you.
Thank you.
moet zeggen, zij had gewoon zo'n bloem natuurlijk. Dan gaat voor een rommetje op. Dit ligt lekker. Ja, dat is het. We kunnen toch voorstellen dat het zo wil. Thank you.
Ja, ik heb de drummen, die moet altijd een paar slaan voor en dan...
Thank you.
water in paarden doen. Het klopt. Ja, maar waarom? Een andere machine. Ja, dat is goed. Zijn ze met de rijden? Ja, dat is goed.
Ik zie het ook wangetjes. Je mag Frans opzien. Oh, schiet dit moment. Ik hoop dat het niet komt. Kom maar hier. Ik heb gewoon gezegd zonder meer en probeer vol te houden dat wij gewoon een band kunnen. Dan gaan wij. Ja. Ja, hij zegt gewoon zien. Dat is niet mij gegaan. Hij zegt gewoon ja, zo is zo zwak is die. Met hij is met. Hij van Wenen hoor. Maar aan de andere kant krijgt hij dus ook met als gewoon ja, hij is het maar. Je hebt het zelf gehoord. Maar hij zegt van het lijkt er wel. Ja. Qua snelheid. Maar bij hoe de snelheid. Ja, met snelheid. Nee, als het dan dus fysiek hetzelfde was en het tegen de band zou gaan een beetje aanpassen. Maar er zitten al een stuk wat het dan anders is. Kijk, dat vind ik gewoon een grote bezwaar. Kijk, als het nou hetzelfde stuk was. Come on.
als ze zo snel zat. Ze mokken zoveel uit voor het 5 uur is. Zomaar, ja. En jij? Ja, dat is wel heel erg. Daar kom jij achter. Nee. Zo in de dorst. Ja. Oh ja? Ja. Ja, maar kijk. Yeah.
En dan ga je nog even lekker toe lopen van de vrouw. Ja? Ja. Gaan we die appelsap proberen?
dat is je handje verkeerd. Dus stel je niet op, dat je niet meer heeft. Ja? En dan krijg je weer één van de handen. Ja? Probeer het maar.
pauze. Ja, oké. Okay. Is goed. Jullie mogen op de volgende door jullie nu juist naar 5 afstand. En dan gaan we op die deur achter gaan we uit. Ja? Begrijpt iedereen? Nee. Ja? Oké. Okay.
Thank you.
kleren aan hebben. Op uit hebben. Hè? Nee. Ja, en de stress. Yeah.
Ja, dat is een beetje haar. Kom maar,
U vraagt zich misschien wel af, dames en heren, waar komen deze, ik mag toch wel zeggen, niet meer zo van die lieve jonge dames vandaan. In de jaren 60 startte de vereniging met het eerste majorettenpeloton en sindsdien zijn zij niet meer uit het straatbeeld weg geweest bij alle optredens van Borne en Butten. Bij het jubileum van 7 jaar bestaan hebben een aantal majo's uit die periode de koppen bij elkaar gestoken en een klein showtje voor u ingestudeerd. Uw aandacht graag voor de oud-majoretten van Borne en Putten met de rok rond de klok. Het geheel staat onder leiding van Patricia Fantemo. Tijdens deze show zullen de huidige majoretten hun nieuwe outfit showen. Dames en heren, uw aandacht graag voor Rokken Rams de Klok.
Ja, dames en heren, zoals men het er net aan moet horen. Het eerste boeket bloemen zou ik graag hebben willen hebben dat die overhandigd wordt aan Pieter, Pieter van Vliet, onze vaste dirigent. Pieter, we hebben het heel leuk gevonden dat je vanavond hier in ons midden was. Alsjeblieft. En we hopen dat je weer heel snel bij ons voor het korps staat. En voordat we dan de anderen gaan bedelen met bloemen, zou ik graag de volgende mensen nog even willen bedanken. Dat is Johan van Eigenburg, die dat prachtige decor heeft gemaakt hier achter ons orkest. Johan, bedankt. Joep van Moerkom met zijn medewerker voor het geluid en de lichtshow van vanavond. Heel bedankt. En ook graag een dadelijk applaus voor Hanneke Pello en Ria Sloten. Die hebben gezorgd voor alle kleding die vanavond voor u hier is gepresenteerd. Dames, bedankt. En dan zie ik hier eigenlijk nog Gera staan met iets apart. Dat willen de oudere majorettes, de senioren majorettes, laat ik het zo maar zeggen, graag overhandigen aan Patricia voor al het werk wat ze gedaan heeft om deze, zal ik zeggen, belegen dames. Nee. Senioren dames die zo in te laten studeren. Dan vergeet ik er haast eentje en dat is Saskia. Saskia. Ja, nee, ik vergeet je niet. Saskia Apon is de regisseuse, doet ze eigenlijk al vele jaren de uitvoering regisseren. Daarnaast doet Saskia bij ons de ANV-opleiding. En ze hebben toch nog tijd gevonden om een geweldig stuk muziek te schrijven. Ellen heeft het net eigenlijk al genoemd, dat wordt dadelijk de finale. Het is een stuk genaamd voor een putten. Hoe kent het eigenlijk ook anders? Ik zou zeggen, Saskia, ontzettend bedankt voor het werk waar je tot nu toe voor bij ons heeft gedaan. En ik vind... Thank you.
terug. Ja, 5 jaar geleden niet. Goede bel, man. Is er een goede bel? Het is 40 minuten over 12. 17 november. Na de uitvoering van Vormen. Ik ben geen voorzitter meer. Ik ben helemaal niets. Echt helemaal niets. Wat ik leuk vond vanavond waren de uitvaringen. Muzikaal vond ik het heel leuk. Wat er ook gebeurde is... Ja, KUT. Er is geen discipline, er is helemaal niets. Dit is kut. Het is gewoon kut. Goed, ik zeg dat niet. Dat zeggen de dames. Maar... Er is hard gewerkt. Iedereen heeft goed zijn best gedaan. En dan overleden zeg ik alleen maar... Als je het terugziet, bedankt voor de 60 jaar. Hallo. Bedankt voor de 60 jaar dat je voor de muziek hebt gewerkt. Voor nieuwe horen. En doet de voorzitter het niet, dan doe ik het wel. Juist. Om alleen eens bedankt. En vele jaren erbij. Ja. Maar niet meer voor de muziek. Nee. Kom maar lekker naar voetballen kijken, we gaan lekker door. En dan? 41. De faxen, ik stop ermee. Doe het ook eens. Yeah.
sprookjes. Oh,
kwam. Oh, dat ken je niet aan. Yeah.
Kedeling.
Oh.
waarom. Want verdrietig was in alles, alleen wist ik niet.